Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor donderdag 30 november 2023. We gaan beginnen met de boodschappen van het elfenorakel. Onder op het dek hebben we de eerste kaart en dat is verborgen diepten. Er komt iets aan het licht. Dit kan een geheim zijn of een herinnering. Ver weggestopt in je geest. Wanneer we wat verborgen was laten zien, kunnen we bevrijd raken. Dus jezelf bevrijden van iets wat je misschien wel diep weggestopt hebt. En het kan ook iets zijn wat aan het licht gaat komen, een geheim zijn. Maar het kan dus ook iets zijn wat je in jezelf hebt weggestopt. Wat mogen we nog meer ontvangen? Elfen, universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor donderdag 30 november 2023? Dank u wel. Ja, we hebben vriendschap. Ook een kaart die tijdens het voorschudden naar voren kwam. Elfen hebben net als mensen vrienden nodig. Het is nu het moment om uit te zoeken wie jou zal helpen en aanmoedigen op je reis om je dromen waar te maken. Wie helpt je, wie moedigt je aan op je reis en wie niet? Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Ja. We hebben levenskracht. De elf van zonneschijn zit vol levenskracht. Ze herinnert je eraan je licht te laten schijnen. Onthul wat nu nog in de schaduw is en moet worden geheeld. Ja, ik heb het gevoel dat dit echt met diep weggestopte emoties, ervaringen, gebeurtenissen te maken kan hebben. Iets wat je diep weggestopt hebt. Iets wat in de schaduw zit. Ver weggestopt in je geest en nog moet worden geheeld. Dus laat dit naar het oppervlak komen. Universum. Wat mogen we nog meer ontvangen? En het kan ook zo zijn dat je je bewust gaat worden van iets waar je misschien helemaal niet van bewust was. Iets wat je diep hebt weggestopt. Iets wat nu naar boven komt. Universum. Wat mogen we nog meer ontvangen? Vraag om hulp. Engelen zijn hemelse wezens die iedereen beschermen en de elfen vertellen je nu dat het tijd is om de hulp van je engelen te vragen. Vraag om hulp. En onder op het dek hebben we hoop. Ja, en dit was een kaart die er echt uitvloog en ik dacht, ja, ik hou hem apart, maar ja, hij ligt nu weer onder op het dek. Dus die boodschap moet ook echt overkomen bij jullie. Er is altijd hoop. Zelfs als we denken van niet. Optimisme kan helpen om negatieve situaties te veranderen in iets positiefs. Dus blijf optimistisch. En dan heb ik de engelenkaarten voor jullie voorgeschud. Onder op het dek hebben we aartsengel Uriël. Je weet wat jou te doen staat. Vertrouw op je innerlijke wijsheid. En handel daarnaar, zonder vertraging. Tijd om actie te ondernemen. Je weet wat je te doen staat. Vertrouw op je innerlijke wijsheid. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor donderdag 30 november. Ja, dankjewel. Chakra clearing. Dus het zuiveren van je chakra's. Aartsengel Metatron. Call upon me to clear and open your chakras. Roep mij aan. Roep aartsengel Metatron aan om je chakras te reinigen en te openen. En aartsengel Metatron gebruikt heilige geometrische vormen. Dus het is wellicht voor sommigen van jullie nodig om inderdaad te aarden, te werken aan bepaalde chakra's, de basischakra, krijg ik meteen door. We hebben hier clairvoyance, aartsengel Raziel. Ik help jou om je spirituele bewustwording, je spirituele inzicht volledig te laten ontwaken, zodat je heel duidelijk, helder de hemelse liefde zult zien. Nog één kaart voor donderdag. Voor donderdag 30 november. Ja, ook deze kaart kwam tijdens het voorschudden naar voren. Geduld.
Aasengel Jofiel. Je dromen zullen zich sneller ontwikkelen als dat je je beseft. Maar zij hebben nog steeds koestering van jou nodig. Dus inderdaad, je inzet, je toewijding, iets koesteren en geduldig zijn. Je dromen zullen zich sneller uitkomen als dat je verwacht. Dan hebben we onder op het dek de pentakels 9 na het voorschudden op de energie. Een hele mooie kaart om te krijgen als het gaat om financiën met de pentakels 9. Heel zelfvoorzienend, onafhankelijk. Het kan iemand zijn die heel erg gefocust is op zijn carrière, op zijn materiële rijkdom, financiën. Maar ook iemand die echt succesvol is en ook op financieel vlak in balans is. Iemand die zijn dingen die hij krijgt door succesvol te zijn, financiële vermogen ook deelt met anderen, met zijn geliefde. Altijd wel zorgt dat hij of zij goede keuzes maakt voor zichzelf. Dus ook voldoende zelf achter de hand houden. Maar dit is iemand die echt gefocust is op zijn eigen succes. Een single energie universum. Dat mogen we ontvangen voor donderdag 30 november. En dit kan de energie zijn waar je in zit. En het kan misschien ook nodig zijn om je op dit moment te focussen op jezelf. Op je eigen stabiliteit, je balans. Want de pentakels hebben te maken met het fysieke, het tastbare. Dus met je omgeving, met je financiële situatie, met balans in je dagelijkse leven. Is iets waar je je focus op zou moeten leggen op dit moment. We hebben de keizer. Iemand die de verantwoordelijkheid neemt, de controle neemt. Iemand die dingen doet die voor hem inderdaad het beste lijken. En zich daarbij niet laat beïnvloeden door anderen. Het is echt een energie van my way or the highway. Ram-energie. De leiding nemen, de controle nemen, ergens actie op willen ondernemen. Dus ook iemand die bepaalde overtuigingen kan hebben, wat star, wat strak in zijn beleving kan zijn. Een vaderfiguur kan het voor staan. Het kan staan voor iemand die een hele belangrijke functie heeft, beslissingen maakt. Iemand die werkt voor autoriteiten of zelfs wel iemand die heel autoritair is. Wat dominante persoonlijkheid, een koppige persoonlijkheid misschien ook, ram-energie. Maar dit is iemand die de leiding gaat nemen, de controle gaat nemen. Universum, wat mogen we nog meer? Iemand die ook staat voor structuur. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor donderdag 30 november, dank u wel. We hebben de kelken 9. Een kaart van dankbaarheid, tevredenheid. Je emotioneel in balans voelen, je lekker in je vel voelen. Heeft te maken met je algehele geluk. Leven in het hier en nu. Universum, je goed voelen. Waarom ligt hier, of wat mogen we nog meer ontvangen? Van donderdag 30 november. Donderdag 30 november. Het oordeel. Judgment Day. Beslissingen die genomen worden. Een vernieuwing die er plaatsvindt. Zelf die controle nemen. Je lessen die je geleerd hebt. De wijsheid die je daarmee op hebt gedaan. Meenemen. En dit inderdaad meenemen als het gaat om iets nieuws starten. Beslissingen maken. Een bewustwording met het oordeel. Dit heeft ook te maken met het verleden. Het loslaten van dingen uit het verleden. Vergeving schenken. Maar zelf de verantwoording, zelf de controle nemen. Knopen doorhakken. Dingen doen die goed zijn voor jezelf. Die je stabiliteit brengen. Universum, kijk, en we hebben onder op het dek hier de zwaarde 9. Je zorgen maken, slapeloze nachten. Dus er is iets waar je mee rondloopt, waar je maar steeds over blijft denken. Met die zwaarde 9 hieronder op het dek. Iets waar je zorgen over maakt. En dit kan te maken hebben met je stabiliteit. Universum. Waarom ligt hier de pentakels 9 onder op het dek? Als algemene energie. Pentakels 9. Als algemene energie.
Ridder van zwaarden, ook weer een energie van onrust, snelheid. Chaotisch. Ja, een hele snelle energie, dus de snelste ridder. Iemand die ook wat impulsief kan zijn, iemand die dingen kan zeggen, wat chagrijnig is, dingen kan zeggen zonder erbij na te denken. Maar dit is ja, ook wel een kaart van gefocust zijn, gedrevenheid en actie ondernemen. Snelle actie ergens op ondernemen. Waarom ligt hier de Pentakels 9? Waarom ligt hier de Pentakels 9? Oeh, we hebben dus, we zagen net de zwaarde 9. We hebben hier de zwaarde 10. Een einde van een situatie. En dit is echt ja, door een diep dal gaan. Met de zwaarde 10. Het kan te maken hebben met teleurstellingen, pijn, verraad. Maar een 10, kijk, deze persoon ligt op de grond met 10 zwaarden in zijn rug. Er is geen weg verder omlaag. Er is alleen nog maar een weg omhoog. En ik heb het gevoel dat jullie daar die verantwoordelijkheid, die leiding in gaan nemen. Actie op gaan ondernemen met de ridder van zwaarden. En je verstand, het mentale, is daarbij heel belangrijk. Dus je niet laten overweldigen door emoties, maar handelen vanuit je verstand. Universum. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden? Praktisch zijn. Waarom ligt hier die ridder van zwaarden? Ja, en dan hebben we de ridder van kelken. Ja, dit zijn die emoties. Iemand die zich kwetsbaar opstelt, zijn gevoelens uit. Die emotionele energie. En er kunnen bepaalde emoties aan het licht komen met die verborgen diepte die we hier hebben. Er kunnen bepaalde emoties omhoog komen. Wat te maken heeft met iets uit het verleden. Iets wat je diep weggestopt hebt. En het is nodig om hier actie op te ondernemen. Om ja, er op een praktische manier mee om te gaan. De zwaarde 10 is ook een kaart van een nieuw begin. Focussen op datgene wat er nog voor je kan komen met die pentakels 9. Focus op jezelf. En ik heb het gevoel dat het te maken heeft met emoties. Die aan het, ja, ineens aan het licht kunnen komen. Gevoelens die je hebt. Dingen die niet verwerkt zijn, die je weggestopt hebt, die naar boven komen. En dat kan te maken hebben met zware teleurstellingen of ja, pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden. Universum, waarom ligt hier de keizer? De keizer. En ondanks dat het iets kan zijn wat ja, door een ander veroorzaakt is, of een ander die pijn heeft gedaan, zie ik jullie dus nu zelf die verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Vast te blijven houden aan bepaalde boosheid of wat dan ook, zorgt er niet voor dat je inderdaad het nieuwe, het positieve aantrekt of dat je iets verwerkt. Op die manier blijf je eraan vasthouden. En blijf je energetisch ook verbonden met de persoon die je het een of ander heeft aangedaan, waar je die boosheid naar voelt. Maar ik zie jullie nu dus echt werken aan je eigen ja, gemoedsrust, gemoedstoestand, je emotionele balans met die kelken 9. Universum, waarom ligt hier die keizer? Zwaarden 5. Een kaart van conflicten. Een kaart van iemand die mindgames speelt. Iemand die wil winnen, kosten wat het kost. Het kan iemand zijn waar je mee te maken hebt gehad. Maar dit heeft ook te maken met niet op willen geven. Willen winnen, kosten wat het kost. Vastberaden zijn om te winnen. En het maakt niet uit wat de gevolgen daarvoor voor een ander zijn.
Heel sterk die energie van de focus op zelf. De keizer. Waarom ligt hier de keizer? Kelken 10. Happily ever after. Gelukkige relaties. Liefdevolle familie om je heen. Geliefde om je heen. Ja, dit is het ultieme geluk. En het heeft te maken met hoop. Healing. Er is zeker een periode van healing geweest. Maar ik heb ook het gevoel dat er nu bepaalde dingen aan het licht gaan komen wat te maken heeft met healing. En dat heeft ook te maken met vergeving van jezelf. Over keuzes waar je achteraf spijt van hebt. Waar je misschien de schuld bij een ander hebt neergelegd. Maar een keuze die je zelf hebt gemaakt. En ik zie je dus inderdaad daar anders mee omgaan. En ja, de zwaarde 3. Pijn, verdriet, teleurstelling. Je kunt te maken hebben gehad met bedrog. Maar je bent daardoor wel sterker in je schoenen komen te staan. En hebt geleerd inderdaad hoe het is om inderdaad er alleen voor te staan. Maar ook alleen succesvol te zijn. Onafhankelijk te zijn. En wat nu belangrijk is, is die stabiliteit. Die veiligheid, die zekerheid ook kunnen bieden voor familie, gezin. Waarom ligt hier de kelken 9? En dan vallen 2 kaarten uit, ja. Staven 9, altijd maar ja, een gevecht leveren, uitgeput zijn. Heel veel dingen meegemaakt hebben. De gewonde strijder. Iemand die fysiek ook uitgeput is. En ervoor kiest om een andere richting uit te gaan. Op een kruispunt staat. Plannen maakt. Nadenkt. Ja, plannen maken voor de lange termijn. En een moederfiguur kan hier een belangrijke rol in spelen. Of je bent zelf moeder. Waarbij de kinderen dus ja, een belangrijke rol spelen. Maar ik zie dus inderdaad ook hulp krijgen. Waarom ligt hier de kelken 9? De kelken 9. De pentakels 2. Alle ballen in de lucht houden. En je vaak alleen voelen met de pentakels 5. Het gevoel hebben alles alleen te moeten doen. Of iemand heeft je letterlijk bedrogen. Iemand heeft jou, jullie relatie, jullie connectie geen prioriteit gemaakt. Iemand heeft je het gevoel gegeven van ja, in de kou staan. Iemand heeft je laten hangen. Dan hebben we de doodkaart onder op het dek, een situatie die beëindigt. Een einde, een wedergeboorte, een nieuw begin, een grote transformatie, healing, een innerlijke zoektocht, voelen, je angsten, emoties die je diep van binnen hebt weggestopt. Waarom ligt hier de pentakels 2? Pentakels 2 heeft te maken met die balans vinden. En het kan ook te maken hebben met je onzekerheid, je eigenwaarde, je niet goed genoeg voelen. En dit kan weer voortkomen uit iets wat ja, heeft plaatsgevonden in het verleden. We hebben een koning van kelken, schorpioen, kreeft, vissen energie voor de pentakels 2. Dit is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Dan hebben we een koningin van zwaarden en de wereldkaart. Een hoofdstuk wat wordt afgesloten. Keuzes die er gemaakt worden.
universum, waarom ligt hier het oordeel? We hebben dus wel een stel hier, een koning en een koningin. Waarom ligt hier het oordeel? De pentakel 7. Reflectie. Wachten. Terugkijken. Maar ook zie ik heel duidelijk de energie van de focus leggen op, wat, op het positieve. Je gaat zelf de verantwoordelijkheid nemen. Je gaat je ook focussen op het positieve. Dus datgene wat je wel al voor jezelf bereikt hebt. Datgene waar je wel dankbaar voor bent, dat je dat hebt. Dankzij ja, het constant alle ballen in de lucht houden. Heel veel ja, prioriteiten tegelijkertijd hebben. Waardoor je ook minder goed gezorgd hebt voor jezelf. Pentakel 7 is een kaart van ja, wachten, reflectie, stilstaan. Heb geduld, want datgene waar je in geïnvesteerd hebt, je gevoelens, je emoties, je harde werk, je bloed, zweet, tranen, daar komt in de nabije toekomst, zul je daar de vruchten van plukken. Daarom ligt hier het oordeel. De sterkaart. Een kaart van healing, een kaart van hoop. Ja, ik heb het gevoel dat jullie echt een stapje terug gaan zetten. En je gaat nadenken over alles wat er heeft plaatsgevonden. De, ja, situaties waar je mee te maken hebt gehad. Verdriet, pijn, teleurstellingen. En er, ja, de toekomst ziet er dus positiever uit met deze sterkaart. Het is een kaart van hoop. Het licht zien aan het einde van de tunnel. Waarom ligt die sterkaart hier? De toren wil naar voren komen. Oeh, de toren. Plotseling ingrijpen van het universum. Plotselinge inzichten krijgen. Beseffen dat bepaalde patronen, overtuigingen, ideeën die je hebt, losgelaten moeten worden. En dit kan op een hele harde manier duidelijk worden met die toren. Maar uiteindelijk leidt het wel tot iets nieuws. Een nieuwe situatie met het oordeel. Waarom ligt hier... Oh, we hebben de magier. Ja, jij bent degene die je eigen toekomst kan creëren. Je hebt de wijsheid. Je hebt de middelen die nodig zijn. Twijfel daar niet aan. Met de pentakels 5, een kaart van onzeker zijn. Jezelf niet goed genoeg voelen. Maar je bent in staat om datgene te bereiken wat je wil. Vertrouw op je innerlijke wijsheid. En handel daarnaar. Waarom ligt hier de wereld? Waarom ligt hier de wereld? Waarom ligt hier de wereldkaart in die kaarten? Succesvol iets afsluiten. De cirkel wordt rond. Waarom ligt hier de wereld? De pentakels 4 en de hoge priester. Een hele spirituele energie. Ja, ergens aan. Ik heb het gevoel dat je echt
bepaalde patronen, overtuigingen. Met die hoge priester, dat is iemand die heel traditioneel is, loyaal, staat voor stabiele partnerschappen, contracten. Iemand die het goede wil doen, iemand die het volgens het boekje wil doen. Maar echt die overtuigingen. Het kunnen religieuze overtuigingen zijn. Daar wordt aan vastgehouden. En emoties worden binnengehouden. Met de pentakels 4. En het is tijd om de dingen anders te gaan zien. En het kan ook letterlijk een bepaalde relatie zijn waar je aan vast blijft houden. Waarom ligt hier de hoge priester? Ridder van Pentakels, de langzaamste ridder uit het dek, maar iemand die zijn situatie bekijkt. En de hoge priester is iemand die nadenkt. Wat is het doel in dit leven? Waarom? Oh. Staven 3. Ja, het is tijd om plannen te maken voor de lange termijn. Je succes komt binnen. Langzaam stapjes vooruit zetten. Langzame stappen. Pentakel 6. Geven en nemen. En de maan. Die onzekerheid. Die emoties. Diep weggestopte emoties. Maar ook het volgen van je intuïtie. Het volgen van je instinct. En onder op het dek een hele mooie kaart. De kelk en aas. Ik ben die kaarten even aan het laten bezinken. Die hoge priester onder de wereldkaarten. Ja, dit heeft echt te maken met lessen. De wereldkaart is de laatste grote arcana-kaart in de tarot. Dit is het einde van je reis. Alle lessen zijn geleerd. Alle ervaringen die je hebt opgedaan. En de cirkel is nu rond. Het is nu tijd om een nieuwe reis te gaan maken. Een nieuw hoofdstuk. Een nieuw begin. En dit is ook een kaart van onderwijs. Lessen. Spirituele lessen. En een van die lessen is wellicht ja, het loslaten. En het kan te maken hebben met angst, onzekerheid. Maar ook ja, heel diep weggestopte emoties. Iets wat nu aan het licht gaat komen. Waarin je inderdaad ja, de leiding gaat nemen. De verantwoording gaat dragen. Je eigen aandeel gaat bekijken. Dus in plaats van iets buiten jezelf te plaatsen. Inderdaad, de focus ligt nu op jezelf. En emotioneel balans vinden. Dus ja, dat is echt een hele diepe innerlijke zoektocht. Een hele diepe innerlijke spirituele reis. Ja, en we hebben hier die aasengel Raziel. Ik help jou om spiritueel inzicht te krijgen. Om volledig bewust te worden. Zodat je ja, helder die hemelse liefde kunt ervaren. Je chakra's reinigen en openen. En vertrouwen op je innerlijke wijsheid. Dus dat is jullie boodschap. En ik ben weer veel te lang. Ik wou er een korte boodschap van maken. Maar dan ga ik toch weer veel te lang door. Maar als het resoneert. Geef de video dan een like. Abonneer je op mijn kanaal. Het is gratis. En het helpt mij enorm om mijn kanaal te laten groeien. Als je inderdaad ja, bepaalde boodschappen. Soms kan het zo zijn dat er maar één of twee boodschappen bij zitten. Die op jouw situatie van toepassing zijn. Dan ja, neem dit mee en laat de rest los als het niet je reading is. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie dag toe en tot morgen. Dag!